9 jaar geleden werd het strategiegenre op zijn kop gezet met de release van Rome Total War. En nu is eindelijk de lang verwachte opvolger Total War Rome 2. For have we not built the impossible? And for what? To share my bed with a Roman. Vorig jaar heb ik al een beetje van Rome 2 kunnen zien, maar hier op de E3 nu hebben we veel meer kunnen zien eigenlijk. En ook eindelijk zelf kunnen spelen. En wat zat ik daarop te wachten? Ja, het is gewoon Total War zoals je een beetje gewend, maar groter, beter, nog meer diepgaand. Nou, laat ik maar bij het begin beginnen. Total War staat natuurlijk onbekend dat je eigenlijk de map moet veroveren. En de map deze keer, die is enorm. Het strekt zich uit van Spanje in het oosten, of Spanje in het westen natuurlijk, tot Afghanistan in het oosten. Van Engeland in het noorden tot helemaal Noord-Afrika zit er ook nog in, met Egypte en alles natuurlijk. En het is aan jou de taak om jouw imperium op te bouwen en zo groot mogelijk en zo machtig mogelijk te maken. Nou, dat kun je natuurlijk op een paar manieren doen. Zo kun je heel simpel gewoon veldslagen gaan uitvoeren, maar daarover later meer. Want wat ook heel diepgaand is deze keer is de diplomatiek. In de vorige Total War games zat diplomatiek alleen maar tussen de verschillende landen. Dus jij bent bijvoorbeeld het Romeinse Rijk en je gaat lekker onderhandelen met Egypte. Je drijft een beetje handel en noem maar op. Maar deze keer heb je ook interne struggles allemaal tussen verschillende huizen. Zo waren wij in de demo lid van het huis van Julius Caesar. Maar er waren ook nog meer twee andere huizen in het Romeinse Keizerrijk die heel erg machtig waren. En dan moet jij een beetje daartussen zien te manoeuvreren op een politieke manier, zeg maar, om te zorgen dat die twee wel minder machtig blijven dan jij. En dat kan natuurlijk op een normale manier door gewoon met ze te praten en te onderhandelen, maar ook op hele smerige manieren door gewoon in een donkere steeg iemand te laten neersteken en zo jouw voordeel te halen. Nou ja, natuurlijk heb je ook nog de diplomatiek met andere landen. Maar als het daar dus... Dat is ook veel doorzichtiger geworden deze keer. In de vorige Total War games was het een beetje zo. Als een land jou niet leuk vond, zeg maar, of niet aardig vond, of een beetje agressief tegen was, dan wist je eigenlijk niet echt waarom. Deze keer is een handig overzichtje dat je het meteen kunt zien. Dus bijvoorbeeld, je drijft goede handel met een land. Dat zijn plus 10 punten. Je valt iemand aan waar dat ene land ook toevallig een hekel aan heeft. Plus 25 punten. Maar marcheer je opeens jouw leger even ongevraagd door zijn achtertuin heen. Paf, min 100 punten. En hij vindt je opeens heel erg vervelend. Dat kan dan weer leiden tot een oorlog natuurlijk. En dan kom je de slagvelden terecht. En de slagvelden zijn weer enorm. Duizenden troepen die je op elkaar afstuurt. Legers van olifanten, cavalerie op de paden natuurlijk. En ook heel erg tof is dat de zeegevechten en de landgevechten gecombineerd worden. We deden een gevecht in de demo dat zich afspeelde naast de rivier de Nijl. En op die rivier hadden wij nog enkele schepen met een paar legioenen staan. Dus wat gebeurt er in het begin? Je hebt al wat landschappen op het land. Maar met je bootjes vaar je zo om het slagveld heen. En dan zet je andere manschappen aan de andere kant af, zodat je zo de vijand kunt insluiten. Dat is bijvoorbeeld een van de tactieken die je kunt gebruiken. En je moet ook heel veel tactiek gebruiken, want als je even snel al je manschappen op de vijand afstuurt, dan gaan ze al heel erg snel dood en zullen ze snel vluchten. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Met het terrein bijvoorbeeld staat een leger op een heuvel, dan is het wat lastiger te bestormen dan als het in een valleitje staat en dat soort dingen allemaal. Je moet ook rekening houden dat je snel moet zijn, dat er niet later enkele ondersteuningen bij je vijanden komen. Ik moet zeggen, ik ben heel erg enthousiast over de game. Ik heb het hier ongeveer een half uurtje kunnen spelen, wat natuurlijk veel te kort is voor zo'n diepgaande strategie game. Maar hij komt al bijna uit. Begin september, dan is het zover. Total War Rome 2, een game die strategieliefhebbers niet alleen in de gaten moeten houden, maar gewoon in huis moeten halen. I betrayed my lover, brought ruin on my brother, murdered my sister. Any mother would have done the same. And still they will hunt you down, my son. The last of the Pharaoh.